Mocht je je vandaag overbodig voelen, bedenk dan dat Pierre Gasly 21ste staat in een kampioenschap met 20 coureurs. Dit is DRS Dreeshow. 21ste staat met 20 coureurs. Ja, er zijn 20 coureurs, maar. Hoezo is het een 21 coureurs nu? Ja, maar in het kampioenschap niet. Tuurlijk wel, want Berman is ingestapt. Ja. dus heb je 21. Maar ik had zo'n <laughs> leuke intro. <laughs> ja, sorry. En dan sorry, ga jij een beetje met Never Ruin a story with facts. Hè? Jezus man. <laughs> ja, sorry. Ja, ik ben, uh, scherp, ben scherp teruggekomen van de vakantie. Ik merk het, ja. ja. En dat had ik niet verwacht. Niet? Nee. En wat ik ook niet had verwacht, ik had echt wel verwacht dat jij wat beter kon skiën. Hoezo? Nee, doe ik zeg jij nou weer, man? Ja. <laughs> ik, heb, eh, luister, ik heb van mijn vierde tot mijn twaalfde geskied. Dat is niet te zien. <laughs> en toen van 12 tot en met, uh, weet ik, van achtentwintig heb ik niet meer geskied. En dat is wel te zien. En, uh, nee, maar kom op. Niet echt door de knieën. Parallel was er ook niet echt bij, want er kwam daarna kwam er een meisje op, op dat filmpje. Ook ja, heel Jamie, want die kan heel goed skiën. Ja, die kan heel goed hard naar beneden, jongens. Niet normaal. En toen dacht ik, wow. Maar misschien was het ook daardoor het contrast. Ja, dat zij zo hard ging ik zo lang Ja, ja. want ja, Gastly kan ook heel goed rijden, maar ja, ze had ja, je een Alpine naast <laughs> <laughs> Red Bull. Ja, ja, ja. ja, ben je heel scherp of niet? Ja, <laughs> zeker. Goh, man. Uh, maar het was wel lekker. Ja, top. Ja, ja, ja. Ik heb hem onwijs vermaakt. En eigenlijk wat ik het leukste vond, is toch de einde van de week. Dat, uh, dat dan die Jacks, die, die staat nu twee jaar op de lat, die mm. is nu vijf. Mijn oudste zoontje. En die mag dan downhill skiën. En ze waren met een groepje van drie in, in, in een lesje. En, uh, en we hadden een, een oude meisje, zat bij ons in, uh, in het klasje. En die was, zeg maar, drie jaar ouder. Jax was maar één tiende langzaam met Downhill. Een tiende je het gewoon over een vijfjarige kind. Ja, en ik. Meteen met Formule 1-termen. Nee, hij Eén was in de Hij stond daar op het podium met die tweede plak en was helemaal. En, van... en dan ben jij niet zo'n vader die zegt: Oké, okay, volgende keer om eerste te worden, moet je gewoon even. Nee, laat het pionnetje echt door de binnenkant. Door de ja. Ja. ja, maar leuk. Ja het was echt geweldig. Want hij had een beetje. Uh, hij wist nog niet echt of hij kaarten nou zo leuk vond, toch? Nee, hij begon vandaag ook op school van: Mag ik een spreekwoord houden over Formule 1? Ik zeg, uh, wat is jij nou? Ja is? Vijf. Ja. Moeten ze dan als spreekbeurt? Nee, je hebt geen idee. Je, de, de... Oh. En hij kreeg vanochtend ook een tekening van een meisje in de klas uh, met hem in een pak en zij in een bruidsjurk. <laughs> ja, en allemaal hadjes erbij en zo. Ik zeg, wow, wat ik weet niet, wat jij aan het doen bent op school, maar ik oh. doe het doet toch iets goed. Lijkt zeg, moeder. Maar ja, niet op zijn vader. Zullen nee. <laughs> <Nee. laughs> um, dus we gewoon beginnen met het, het laatste nieuws uh, in de vorm van Felipe Massa. Ik belde jou vanochtend, ik zei. Jij hebt natuurlijk wel wat um, ervaringen met rechtszaken in de Formule 1. Kunnen we niet even iemand uh, bellen? Maar als we jouw advocaat van toe gingen bellen, we hebben we een kwartier aan de telefoon. Dat kost, voor... <laughs> ja. kost al wat, ja. Dan ben je een paar honderd euro kwijt. Ja, dus uh, een prodeo-advocaat konden we even niet vinden. Nee, ik heb wel een mens gesproken. Uh, maar die zei van ja, dan moet je een, een, een sportadvocaat, sportrechtadvocaat hebben. Uh, en die heb ik Twee minuten aan de telefoon gehad, want die moest weer door. Ja. Maar lang verhaal kort, die zegt van ja, het is leuk en aardig wat het Massa allemaal aan het doen is. Maar dat gaat hem waarschijnlijk heel veel geld kosten, maar die maakt 0,0% kans. Ja, want voor de luisteraars die nu denken, hè Massa, wat is er in godsnaam aan de hand? Hij gaat een rechtszaak aanspannen tegen de VIA en de Fom. Um, hij beurt dat zij waren betrokken bij het crashgate schandaal in 2008. Nelson Piquet. Uh, die crashte. Alonso race. Alonso race ja, En Massa uh, 13e. Ja, met 13 en uh, die lag er eigenlijk heel goed voor. Ja. Maar dus... door safety car en. Ja. maar ook een pitstop die hij zelf volgens mij niet helemaal lekker deed. Ja. Anyway, uh, Lewis Hamilton werd kampioen met. Nou ja, punt één punt, punt volgens mij toch. Ja. Na, na um, de laatste de, ronde, met ronde in uh, Is That clock Dus nu zegt Felipe Massa na 16 jaar. Uh, jongens, jullie waren erbij betrokken. Ik wil, uh, ik wil uh, die titel terug. En volgens mij 150 miljoen, 175 miljoen. Ja, maar ja, luister, kom op man. Ik bedoel, wat doe je? Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik... Hij heeft zelfs voor de Via gewerkt. Als? Hij ja, was toch de hoofd van alle kartingen zo'n paar jaar geleden. Oh, dat weet ik ja, ja. niet. Ja, dus, toen kwam ik nog wel eens tegen de kartbaan. Toen, uh, toen zag ik hem altijd met shirtje de Via En dan was hij zeg maar als ambassadeur. En die werkte er voor de Via. En, ja, het en... klinkt een beetje als een, als een, een groepmaakbaantje. Ja, maar, dan, 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 maar goed toe snap het ook wel, want toen was natuurlijk Tot was stond nog aan de macht daar zo. Oh, Jean Todt, uh, zijn zoon uh, Niklas Tot die heeft hem natuurlijk jarenlang gemanaged. Mm. dus ik snap al misschien dat hij dat baantje heeft gekregen, maar goed nu gaat hij een in aanklacht indienen mensen naar de Fiat toe. Ja, maar, waar, de maar waarom na 16 jaar? Uh, omdat nu zeg maar al die verhalen naar buiten zijn gekomen. Ja. die verhalen van ja we zijn uh, wel opzettelijk op die crash veroorzaakt, uh, want we, we stonden er niet goed voor. Aan maar dat was toen die... ook al bekend toch? Nou, nou, relatief ja, snel al. nee, De toren mag mag, mag uh, niks meer, uh, geen team meer managen. Dat, dat klopt, maar die, die verhalen zijn eindelijk de laatste paar jaar zijn ze echt naar buiten gekomen. Van dat ze echt opzettelijk gebeurd is en dat ze echt die race moesten gaan winnen en goed moesten gaan presteren. Anders, ze dus die ing sponsoring niet meer binnen mm -hmm. slepen. Daarvoor hebben ze dat dus gedaan. Ja, op zich een slim spelletje, want ze hebben ten eerste die sponsoring uh, voor elkaar gekregen, de tweede ja. hebben ze die race gewonnen. Uh, alleen ja, uh, vervolgens was Massa de Pineut en geen kampioen. Maar ja, om dan zo'n zo uh, rechtszaak aan te spannen, ja, ik vind het een beetje belachelijk. Maar het gaat hem, je ja, zei net, ik heb iemand gesproken die zegt: het gaat hem heel veel geld kosten. Ja. Um, maar hij, hij heeft 150 tot 175 miljoen euro gevraagd. Zit hij niet gewoon een beetje krap bij Kas? Dat lijkt mij niet. Massa, geen kassa. Ja, <laughs> ja, 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 ja dat is wel een goeie, ja. Massa, geen kassa. Nee, het lijkt mij niet dat hij die, dat die krap bij kas zit. Nee, ik bedoel, die goos heeft natuurlijk wel goed, wel goed, goed verdiend in de Formule 1. Ja. Um, maar goed, misschien heeft hij verkeerde, verkeerde investering gedaan. Ik, 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 ik kan het niet. Ik kan niet, nee, hij, niet hij, zegt, hij zegt ook van um, uh, het gaat me niet om het geld, maar het gaat gewoon om de eer. Om, ja, en de, en de rechtvaardigheid. Maar, maar ik hou het wel op 150 miljoen. Ja, maar ja, dat is waarschijnlijk gewoon pushen tot hoe ver je kan komen. Ja. En hij doet eigenlijk gewoon zeggen, luister, ik wil geld en ik wil die titel terug. Nou ja, goed, als je die titel niet terugkrijgt, krijgt hij misschien een beetje poen. Maar ja, goed, lang verhaal kort. Hij maakt gewoon geen, geen kans. Nee. Maar goed, uh, en het uh, is in ieder geval geen onrust voor, uh, voor Ferrari. Waar ook geen onrust is, is uh, Red Bull natuurlijk. Het lijkt, het lijkt wel echt uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, eens. Maar en... ze, blijven, ze blijven gewoon winnen ja, maar 1-2 worden. Ik dacht dus, dat is zeker zo. Maar ik dacht, weet je wat, die hele onrust en zo, laten we dat even een keertje overslaan. Want... Um... Ja, we, we weten, ineens hoorde Mark Koens ook op BNR zeggen, als je niet alles weet, weet je niks. Nou, dat vind ik een hele goede quote hieromheen. Maar het heeft nu wel, en dat was nog een beetje met Horner en privézaken, en, maar het gaat nu wel doorcijpelen naar het team en uh, eventuele echt grote co consequenties. Ja, en dat, dat heeft natuurlijk Jos ook al vorige week een uitspraak gedaan na de race in Bahrein. Van luister jongens, we moeten echt uitkijken dat, uh, dat er geen uh, interne bullshit komt. Want... Nou ja, als, 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 als Max Verstappen Helmoet Marco uh, ja, in het openbaar, ja. dan, dan, dan houdt het wel heel veel in. Nou, maar ik snap het ook wel waarom hij hem backt. Want heel eerlijk, Marco, Helmut Marco heeft natuurlijk hem die kans gegeven. op hele jonge leeftijd. om het risico aan te gaan. om hem in de Formule 1 te zetten. Mm -hmm. nou, dat heeft natuurlijk fantastisch uitgepakt. Ja. Uh, en is de beste set die waarschijnlijk Helmut Marco uh, ooit in zijn leven gedaan heeft. Uh, met nog heel veel andere goede dingen. Hè. Ik bedoel, Red Bull opgezet. Sebastian Vettel in de Formule 1 gehaald. Andere jonge talenten een kans gegeven. Dus uh, hij heeft echt wel oog voor, voor talent. Mm -hmm. uh, Eén oog dan wel, maar. <laughs> ja, maar goed. Dat ene oog, dat werkt ja, ja. Nog, nog steeds <laughs> fantastisch goed. Dus um, ja, ik, ik, ik vind wel mooi dat, dat Max en, en Jos en, en management van Verstappen gewoon zeggen, luister, wij staan achter Helmut Marco. Hij heeft ons die kans gegeven. En we zorgen gewoon voor dat we uh, united blijven mm -hmm. met z'n allen. Alleen ja, door al die onrust natuurlijk in het team van de afgelopen weken door Horner. Uh, ook, ook nog verhalen dat, uh, dat uh, Helmoet uh, geschorst werd in, uh, voor Australië. Ja, dat hij en daar dat... niet bij zou zijn en dat Verstappen daar weer eens voor gaan liggen. Want die Thaï en Horner wilden wilde, wilde Helmut weer schorsen. Ja en... ja, en dan mocht hij weer niet met de pers praten. Nou ja, Max heeft een clausule dat al wanneer... Helmoet weggaan, dat hij ook weg mag gaan. Maar dit kan toch, dit, dit hou je toch nooit vol tot 2028? Maar er er moet niet... iemand weggaan. Ja, ja er, er moet iemand... Het lijkt mij wel ja, wat je zegt. Er moet iemand uh, opzij gezet worden. En, en kijk, nogmaals, er moet gewoon rust komen binnen een team. Iedereen ja. moet zorgen dat iedereen op de juiste plek blijft zitten. Dat er geen goede mensen weggetrokken worden. Want ja, weet je, zo'n team kan heel snel uit elkaar vallen. Ja. Ik ja, bedoel, als ik nu fraaie was, fred Seur was of Toto Wolf was, dan zal ik die, uh, die, die Fransman, die technische directeur, die wascher, uh, zal ik nu gelijk bellen: hé, er is zo'n kom naar ons toe. Ja, kom want, hey, want je nu is, nu. Ja, er is niemand Er is niemand nu bij Red Bull die de rust kan laten terugkeren. Nee, Max eventueel naar de buitenwereld hè? enigszins neutraliseren. Ja, de, de resultaten natuurlijk, maar er is geen intern persoon die zegt: oké, okay, Horner, jij gaat even daar zitten, Helmoet, jij even daar. Ja. Nou goed, het is, ja, en het blijft maar opstapelen met, met heel veel uh, gedonder en gezeik binnen zijn team. Nou ook omdat uh, Helmoet Marco nu heeft gezegd van, hey, uh, die krachtbon uh, van Ford, die, uh, die schiet ernstig tekort. Hij heeft zelfs, ik, ik las zelfs zelfs Ford dat tekort. Hij, Fort, ja, te schiet te Fort. Maar ik, ik las zelfs dat hij heeft gezegd van, nou, misschien is het maar beter om even terug te trekken. Maar wat zijn dat dan voor gevolgen? Dat kan toch niet? Ja, dat weet ik niet meer. Om misschien... niet twee jaar van tevoren zeggen van jongens. Uh... Nee, maar we zijn er nog ineens. Ik bedoel, uh, weet je hoeveel ontwikkelingen ze nog kunnen door, door, doorbrengen met, ja. met, met die motor? Maar daarom en, snap ik ook niet waarom hij dat nu zegt. Ja, misschien is het daarom teruggeroepen van hey, misschien moet jij even niet met de pers <laughs> ja. praten. Ja, ik heb geen idee, hè. Ik, ik, ik weet het ook niet. Dat is ook wel slim af en toe te zeggen. Ja, dus. Uh, <laughs> nee, nou, ja, ik, ik het is, nogmaals, ik, ik snap nog echt wel wat, wat Jos vorige week gezegd even van jongens, er de, de, de moet wat gebeuren. Mm -hmm. Anders dan breekt de pleuris uit. Ja. Is Jos daar de aangewezen persoon voor om dat te zeggen? Um, nou, ik vind het wel goed dat hij het gezegd maar heeft. Check over hoor je bijvoorbeeld helemaal nergens over. Nee, maar ja, die moet gewoon rustig blijven. Er uh, ja, moet niet gewoon iedereen blijven. gewoon even rustig blijven. Gewoon even advocaat van de duivel. Eens, iedereen moet rustig blijven. En dan proberen ze ook wel te doen. Maar ja, het schiet natuurlijk alle kanten op. Ja, als hij, um, uh, ik zag ook een interview met, uh, met Helmoet dat hij zei van... Um, uh, nou, we gaan gewoon, we moeten zorgen dat hij rust binnenkomt en dat Max die titel binnenhaalt. Dus gewoon al meteen Tjecko afvlakken <laughs> ja. met de pers ook. Ja, maar goed, dat weet natuurlijk iedereen binnen het team. Broer, ja. uh, hey, moet ik moet zeggen, Perez heeft het echt wel goed gedaan. Mm -hmm. uh, gewoon een solide job. Je ziet hem geen fouten maken. In kwalificatie maakt hij stapjes en in die race doet hij het gewoon nog steeds goed. Mooie ja. acties heeft hij gedaan in Bahrein, ja, maar ook, ook in het uh, afgelopen weekend. Dus ja, ik vind dat hij het gewoon een hele solide job doet. En dat, ja. dat moet ook als tweede man. Maar ja, iedereen weet ook binnen het team dat Max natuurlijk de nummer 1 is en de maar niet beste je alleen krijger. binnen het team? Ja, de hele wereld. Ja, uh, Saudi-Arabië heeft trouwens een nieuw project. Kidia City Track. Ja. Een soort Mario Kart. Ah, wel cool. Vind je het cool, ja? ja. ja ik, ik, ik heb het niet heel goed gezien, maar ik zag. Ja, je hebt het hier voor je, maar in Zwart-Wit is het wat minder interessant. Maar ik, is dit nou een tribune of is dit een baan? Nee, nee, dit is de tribune. Ja, toch? Want hier is de baan dan. Ja. Ja, want iedereen zei, ja, maar je kan toch niet in een tunnel zo gaan racen... en als iemand eraf vliegt, dan dacht ik, ja, nee, dan moet je even beter kijken. Nee, dan, dan val je zeg maar 100 meter water in of zo. Nee, Ook wel leuk. Echt gaat... Mario ja, Kart. Rainbow ja, Road. Ja, een paar bananen erop. <laughs> maar uh, Hulkenberg en... Uh, wie waren ze nou meer? Volgens mij Hulkenberg en Alonso. Die gingen echt zeggen van, uh, wat een prachtige, prachtige circuit. Uh, oh, wat vet, kan niet wachten om hier te racen. Maar dat is gewoon één, één grote betaalde partnership. Dat weet ik niet, misschien vond ik nee, het maar echt mag, gruwelijk vet. Hou eens op. Ik vond het ook vet, ik ben niet betaald. Dat is dezelfde caption. Ja. Ja. En ja. Je hebt het. Uh, en ja, nee, ik heb geen caption. Nee. <laughs> ja. Maar ja, maar, ik, ik, heel eerlijk, ik heb er wel wat, wat dingetjes van gezien. En, en, maar ik, en, ik snap zit... niet, we hebben het ook hier eens over gehad. Je hebt, je hebt nog zoveel vette circuits. Nee, eens, alleen er zit natuurlijk uh, zoveel geld in Saudi-Arabië. En ze willen gewoon een soort Dubai 2.0 gaan maken. Ja. En um, maar... ik, ik snap wel waarom ze dit doen. En dat er gewoon wel gezegd wordt: well, luister, we gaan focussen op de Formule 1. We gaan er iets heel cools bouwen wat er nog nooit gemaakt is. Ja, en ik denk eerlijk is eerlijk: als ze dit voor elkaar krijgen, en dat ziet ernaar uit, en zo echt gruwelijke baan bouwen, ja, waarom, waarom, zou, waarom zou dat. Maar kunnen? waarom kunnen ze niet gewoon Hockenheim kopen? En dan noemen ze het uh, Saudi uh, Hockenheim sponsor bij Saudi. Ja, maar dit, dit, dit bedoel, in Hockenheim zit niet zoveel geld als in Saudi. Dus in Hockenheim kunnen ze wel kopen, maar dat heeft niks te maken met Saudi. Saudi wil graag. Een, een, een land worden waar toeristen naartoe komen, entertainment is, ja. races, noem het allemaal maar op. Ja, ambassadeur van de, nee, de land. Nee, zeker niet. En, <laughs> ik ben geen ambassadeur, maar ik, ik, ik <laughs> weet alleen dat ze heel erg druk bezig zijn. Dat er heel veel geld ingestoken wordt om een soort twee, twee, Dubai 2.0 te maken. Mm -hmm. En Dubai is ook gewoon vanuit de niks een, een, een wereldstad geworden waar je alles kan doen, veilig is, uh, goed voor elkaar is, weer fantastisch. Yep. Goede hotels, goede service, noem het maar op. Ja in verschrikkelijke plekken. Maar goed, uh, we blijven wel in Saudi-Arabië, want we gaan even naar Jeddah. Um, heb je het interview van Max bij Giel gezien? Dat hij zei van, uh, ja, ik was de rondes aan het aftellen. Ja, snap, en snap ik nog. Was... En aan het <laughs> einde waren de banden een beetje koud, dus het was een beetje glibberig. <laughs> want uh, de temperatuur ging naar beneden, dus ik heb hem lekker uitgereden. <laughs> ja, maar ja, heel eerlijk, uh, ik snap het wel. Als jij zo zo'n controle bent en alles voor elkaar hebt en je ligt zoveel seconden voor... Ja, dan hoef je niet meer te drappen? Nee, 100 podiums in totaal. Enige coureur met twee keer negen overwinningen achter elkaar. Um, hij ging ook nog, zag ik. Ik weet nou niet of dat. Volgens mij op, op vrijdagnacht, dus na de kwalificatie, dat hij op uh, iRacing nog woensdag. Woensdag, woensdag, woensdag op donderdag was dat. Ja, maar ook, ook voor de race nog hoor. Nee, volgens mij niet. Volgens mij was dat echt, uh, of op donderdagavond, of op woensdagavond was dat. Toen hij even een lijn ging reizen met zijn maten. Ja. Ja, weet je, jij zit in een hotel en denkt: van dit is saai. Ik ga, ik ga gewoon de computer aanzetten en gaan kijken wat, of er nog wat te doen is. Ja. ja, weet je, je kan twee dingen nee, doen ook, je... he, maar naar ander, een andere sites. Ja, ik keek ik, ik, gewoon op, op Netflix. Ja. Of wat ik vrolijk. Was nog niet in jouw tijd? Nee. Nee, alles niet. Nee, nee. nee maar nee. ja, je kon nog geen porno-sites aanzetten. daar is een VPN-blok. Ja, dus dat was eigenlijk daarom zei ik Hockenheim. Ja, ja, Hockenheim. Turn Hockenheim, Hockenheim, ja. Hockenheim. Ja, ja, ja. ja. Jongens, wat een niveau ja. weer, hè? Ja, ja. De rechter gaat niet naar de rest Race zo volgend jaar. Dat kunnen we wel zeker zeggen. Hij deed al drie uur s'nachts, die uh, i iRacing. Voor de kwalificatie, krijg ik door. Oké. Okay. Ja. ja, en dat zet de was nog een pol neer ja maar goed alles is in de avond hè. dus als je als drie uur nee, ja, is, daar dan... is het nog steeds in Nederland twaalf uur of zo ja ja goed, uh, toch... goed het maakt niet uit nee. dat het nee. ging niet door tot vijf uur 's nachts hij waarschijnlijk nog die poging ja. gepakt ja. en en, ja. Die, en die race gewonnen hij op dit moment is, ja. hij, is het heeft hij zo ongelooflijk hoog level je ziet hem geen fouten meer maken het is zo goed onder controle ja maar er valt ook niks meer over te zeggen ja weet je het is en, nee, ook... en nog nee ja, ik, ik vind het ik vind het echt uh, nog steeds fantastisch uh, om te zien hoe, hoe, hoe goed hij wel niet is en het lijkt wel of dat hij steeds beter wordt omdat het dat het, er is zoveel rust er is zoveel kanten er is zoveel hij heeft alles perfect onder controle en dat heeft te maken met zelfvertrouwen heeft, uh, zelfgeloof uh, dat het team gewoon goed is dat de mensen met me mm. samenwerken vooral die, 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 die nauwe mensen hè, met zijn engineers, heeft het altijd, altijd heel veel lachen gieren brullen maar het is ook wel gewoon keihard Um, ja, ja, ik vind het nog echt fantastisch om te zien. Ik denk dat we gewoon uh, van deze afgelopen 27 seconden en, moeten we losknippen. En die kunnen we gewoon elke week op social media posten. Ja, maar goed. Uh, wat, wat, wanneer is de laatste keer dat we een fout hebben zien maken? Ja, zou, uh, Grand Prix of uh, kwalificatie, denk ja. ik. Saudi-Arabië ja. toen. Dus moet je zien hoe, hoe lang dat al geleden is. Ja. Dus, <laughs> ik weet niet, maar uh, dat, dat is niet normaal. Nee, nee. Laten we... Laten we... Uh, gewoon anders dit seizoen bijhouden. Dan maken we er zelf maar een leuk spelletje van. Hoe ver hij in totaal voor staat. Zes, uh, Bahrein was 22 seconden. Ja. Nu was het 13 seconden, 13,8. met Maken we 14 van. Ja. Met die penalty voor Peris. Dus uh, 14 is. Uh, 36. Ja. Er staat nu 36 seconden voor. 36, 37. Ja, ja. ja, ja. Uh, einde van het jaar zal hij waarschijnlijk twee rondes voorstaan voor de rest. Ja. Het <laughs> ligt, ligt eraan wel natuurlijk uh, hoeveel welke uh, welk het is en welke rondetijden gereden worden. Maar ja, het is natuurlijk wel ongekend. Hij had natuurlijk wel een beetje mazzel deze, deze Grand Prix dat uh, Peres natuurlijk vijf seconden kreeg hè, van die pit. Uh, ja, die unsafe pitslaat. release. Maar het ding is, uh, want we gaan straks even uit, uitgebreider terugblikken op de race. Maar um, Tsunoda kreeg geen Tijdstraf toch? Voor die ANC-verlies bij Lando Norris. Mm, ja, maar dat was niet echt een unsafe. Ah. Ja. Het kwam wel echt uh, rook van de banden van Norris. Uh. Maar volgens mij kreeg je daar geen penalty voor. Nee. Nee. Dus dat vond ik een beetje met twee maten meten. Maar we zijn nu al een kwartier bezig. Uh, en we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de man van het weekend gehad. Ja, Berman. Ja. Dat, uh, die bedoelde ik ja. 18 jaar, wat deed jij toen je 18 was? Nou, toen reed jij? Net Mule Dus ja. het was net vanuit de karting uh, ging ik voor het eerst zeg maar uh, de autosport in. Ja. En ik, volgens mij in mijn eerste race was ik nog net 17. In de tweede race was ik al 18. <laughs> Dan moet je nagaan. Oh, deze. 18, ik dacht 18. <coughs> nee, 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 nee. 18 jaar, ja. 18 jaar. En, en deze gozer die heeft er al een paar jaar op zitten. En, uh, en die, die wordt in één keer gebeld. Uh, op, de, op de, wat is het, de vrijdagavond van, uh, ja, sorry, maar Carlos kan niet meer door. En, ja, donderdagavond uh, uh, Ja, uh, je moet, uh, donderdagavond, sorry. Ja. Ja. Van, je moet niet meer, je, we, we hebben je nodig. Uh, je hebt een stoeltje gemaakt, dus uh, kom maar naar, uh, naar het circuit toe. En dan ja. gaan we je voorbereiden voor, uh, voor het weekend. En dan heb je maar één vrije training waar hij, volgens mij, 22 of 23 ronden heeft gedaan. Mm -hmm. Kwalificatie, wat hij eigenlijk waanzinnig deed. Klein foutje, maar goed, kom op. En dan vervolgens een fantastische race heeft gereden. En Kijk, dat, de... Wat was het? 7.000 van uh, Q3 of toch? Ja, ja. ja dat was helemaal zeven niks. Ja, helemaal niks. Maar, maar nogmaals, kijk, hij heeft natuurlijk wel die paar rondjes kunnen rijden, dus hij weet hoe het squi loopt. Alleen als je van een Formule 2 auto naar een Formule 1 auto gaat, is het mega groot gat. Hoe groot is dat? Hoe, ja, groot. Wat, want, maar want... waar kun je dat mee vergelijken voor de leek onder ons? Als je van een, uh, weet ik veel, Fiat 500 naar Ferrari gaat of zo. Nee, echt? Ja, dat is echt ongekend. Ik bedoel, de snelheid door de bochten, de acceleratie, de grip level. Um, uh, het mentale spelletje met, uh, met uh, de charts, de, de knopjes op het stuur, uh, de dingen cool, die je maar moet de, ja, Maar je uh, doet nu net alsof die Formule 2 auto's een soort van skelters zijn. Nee, nee, Formule 2 auto's zijn, gaan wel hard. Alleen, da, 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 het, is, het is een koppeling en, en, en je hebt wat functie op stuur en je hebt DRS, that's it. Maar Formule 1 is veel gecompliceerder. Dus mentaal is het zwaarder, fysiek is mm -hmm. het zwaarder en dan heb je nog maar één vrije training om je voor te bereiden. Die gozer heeft een fantastisch wereldjob gedaan. Ongekend. Maar ik zag bijvoorbeeld ook uh, Olaf Mol die zei dan van uh, nou je rijdt in een Ferrari je moet er gewoon even bij zitten. Ja, maar kom op. Broer. Ik weet hoe moeilijk het is en mm -hmm. ik weet hoe lastig het is om vanuit het niks in te stappen. Uh, nog niet heel veel ervaring hebt. 18 jaar bent. Uh, iedereen kijkt je aan van oké, okay, wat kom jij doen? Uh, kan, je, kan jij het wel? En dan word je gewoon zevende. Was het zevende of Zevende. Weet zevende. Ja. zevende in de race. Uh, reed hele competitieve tijden. Was gemiddeld vijftien langzamer dan Leclerc. Ja, ik vind het onwijs knap. En je moet niet vergeten, het was relatief uh, warm toen de race begon. De humidity is hoog en fysiek een van de zwaarste banen. Omdat het natuurlijk heel veel snelle bochten hebt. Ja. Je zag op een gegeven moment ook een uh, foto, volgens mij, uh, einde van de race, dat heel die headrest kapot was. Ja, van hij was hem. helemaal ingedeukt, ah, Ja, dat snap ik wel. Maar hij heeft tegenaan zitten leunen. Omdat je gewoon is dat echt zo? Ja, ik bedoel, van Formule 2. Maar naar je hebt toch zo'n Hans uh, systeem? Ja, dat is puur alleen maar voor, voordat je je nek niet breekt. Maar niet voor de zijkant. Want ik dacht, oh, ik dacht dat dat misschien was geïmplodeerd of zo. Nee, nee, nee of, maar op een gegeven moment, als je, in, uh, je, je houdt je nek niet meer vol, dan ga je leunen. Ja. Dus dan, dan zie je zo in één keer die headrest <laughs> ja. in, in elkaar uh, vallen. Komt dat echt daardoor ja, vol? Omdat de, hij gewoon met zijn helm tegelerdingen. Ja, maar je alles. zag hem ook hoe hij die uitstapt. Je zag hem ook na de race. Hij was helemaal gesloopt. Ja. En dan kan je alsnog zo fit zijn. Maar dat, dat, dat gevoel van zo'n Formule 1-race op nog een keer een waanzinnig zwaar circuit. Ja, ik vond dat hij het echt fantastisch gedaan heeft. Mooi zodat Hamilton die moest hem dan helpen uitstappen en zo. Een beetje de, 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 de nieuwe generatie, een beetje de. Ja, maar, major die de replacement. Uh, ja, zeker. <hums> maar dat is wel mooi dat die Hamilton wel ook gewoon stond te klappen voor om <hums> fantastisch. Maar iedereen was lyrisch over hem. en, en ik zei het al. Uh, vorig jaar toen hij volgens mij in die haast stapte in, uh, in Mexico was dat volgens mij, ging hij ook al mm -hmm. echt mega hard. Dus echt een jongen die. Heel hij heeft veel... toch ook uh, uh, heeft getest ook vorig jaar toch? Eind, ja, een paar formule of zo. Ja, FP1 safety gedaan ja. en uh, nog wat andere dingen. Dus hij had wel een klein beetje ervaring. Maar goed, als je vervolgens vanuit de niks een nieuwe Ferrari moet stappen, omdat dit jaar hebt in principe gewoon een nieuwe auto. Ja. En je moet ook nog al die procedures weten, kennen. En, en die start die hij maakte, was ook nog gewoon een keer goed. Hij, hij viel niet dood. Hij viel niet uh, eraf. De eerste oh, paar rondes ja, ja. uh, was hij ook nog mooi in gevecht met een paar gasten. Ja, die gozer, die, 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 had, die, die had echt geen veer, die was niet zenuwachtig, en nee. die heeft een wereldje gedaan. En hij kwam ook heel grappig over, heel ja. jeugdig en heel erg een beetje giechelig en ja. zo. En, uh, Als deze gozer volgt, ja, geen formulering rijdt, dan uh, vreed ik nog een keer een schoen op. Oké, okay. dan staat er nog één uh, van het verleden, maar goed. Um, en misschien dat Olly gewoon dat Olaf uh, Illores is dat hij niet meer de meest bekende Olly is op de grid. Dat Kan, <laughs> ja, ook, ja, dat kan ook. Ja, ja dat, dat weet ik niet. Maar nee, goed. ik had die uitspraak ook gezien. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen mening, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, uh, ik, ik denk dat uh, als je ziet wat er uh, wat voor meningen iedereen gaf en hoeveel complimenten die kreeg van alle racecoureurs en van alle mensen rondom uh, het paddock, ja. uh, dat was echt wel dik terecht. Wat ook wel zo is, kijk, ze hebben dan nog uh, Schwartzman en uh, Giovinazzi. Die, die kwamen niet omdat... Jij zei net, we hebben jouw stoeltje al. Ja, ja waarschijnlijk had uh, Berman wel een stoeltje. Oké, okay, dat Want wel... hij natuurlijk in principe. Derde careur, op dat de lijst staat ook klaar. Ja, en de lijst staat als derde coureur. <coughs> Want dat heb je niet binnen 24 uur klaar. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Nou goed, dus dan heb je 24 uur... Uh, dat heb je niet, dus hij, hij zat er al. Maar uh, denk je niet dat Fasseur nu heeft gedacht van... Oeh, we hebben Leclerc in huis. We hebben Hamilton die komt. Deze gozer uh, heeft zich in één race ook wel laten zien. Misschien hebben we iets te vroeg de verkeerde Engelsman nee. naar Ferrari gehaald. Nee, nee, zeker niet. Kijk, als jij een Hamilton binnenhaalt, uh, een naam, ervaring. Um, uh, dat is natuurlijk voor Ferrari het merkje staat fantastisch Ik bedoel, Berman. Ja, maar ook als je, je niet heel veel mensen. Kijk. Nu wel, wat natuurlijk een wereldprestatie heeft neergezet. Um, is nog een jonge jongen en die heeft nog een hele lange toekomst te gaan. Dus. dus. Uh, ik denk dat Vasseur heel blij is met het resultaat wat Berman gedaan heeft en heel trots mag zijn op hem. Maar die zetten ze volgend jaar gewoon in de haas. En dan kan hij zich daar uh, <laughs> twee, jaar, twee, twee jaar voorbereiden. Heel leuk en frustrerend voor Berman. Ja, Rij maar is maar even, aan de even, andere... die Ferrari rijdt volgend jaar weer in een GP2-auto. Ja, maar aan de andere kant heeft hij zich wel bewezen om, om echt gewoon bijna nu al klaar te zijn voor de Formule 1. Ja, daarom. Ja. Dus volgend jaar moet hij, gewoon, uh, moet hij gewoon die kans krijgen. Ja, dus Ber Berman naar Haas. Ja. Magnoes eruit. Met ja, Hulkenberg. Uh, best een goede job gedaan. Toch puntje gepakt voor, de, voor het team. Uh, natuurlijk wel een beetje massen dat, uh, dat, dat Mag dus uh, iedereen ophield. Ja. Dat, dat hij bij een vrij, vrij uh, pitstop kon nemen. Ja. Maar ja, zo werkt het ook. Hè? Ze hebben wel uh, dit, dit spelletje heel slim gespeeld. En toch het eerste punt van het seizoen binnengehaald. Ja, maar ook als je... Ik, ik wilde ook nog even kijken. Want Berman volgend jaar in Formule 1. Jij zegt ja. Uh, en, en dan kijk je dus naar, nou ja, wie er allemaal in de toekomst, uh, die nieuwe jongelingen. Er komt echt wel een hele sterke generatie aan, dat wisten we uh, natuurlijk. Ja. Ik zag ook een, uh, <laughs> ik zag een tweetje die zei, man, de toekomst van de Formule 1 is in goede handen met Lars en Berman, Piastri en Alonso. Ja, <laughs> Alonso, ja. Ja, ja maar die, die, die moet ook gewoon wel een keer op een gegeven moment uh, aan de kant. Het ja. is natuurlijk wel mooi dat hij nog steeds wat dingen laat zien. Alleen die auto, op dit moment, in de kwalificatie oké, okay, maar de race komen ze gewoon tekort. Ja, maar dan hebben we dus uh, Ricardo. Zo. Over Ricardo gesproken. We hebben trouwens uh, ja. een, uh, een boek van uh, Daniel Ricardo. Race met een lach. En uh, hij lacht heel veel. Maar afgelopen weekend heeft hij niet heel veel gelachen. Nee, over dat boek gesproken, ge geschreven door Noel Ummels. Het hele leven van uh, Daniel, uh, Danny Rick. Uh, en wij mogen uh, een paar exemplaren weggeven. Twee. Wij mogen twee exemplaren weggeven. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, dan uh, moet je even in, deze, in de reacties hieronder zetten wat jouw mooiste Daniel Ricciardo moment was. Of je meest memorabele. Van afgelopen weekend die spin. <laughs> ja. <laughs> ja, sorry man. En uh, uh, onder YouTube even reageren. En, uh, of, stuur, uh, of op uh, Instagram. En dan, uh, wie weet, uh, kiezen we jou uit en krijg jij het uh, vermakelijke boek over Daniel Ricciardo thuis gestuurd. Ik denk wel dat hij afgelopen weekend niet echt veel gelachen heeft. Nee, daar mag wel een hoofdstukje bij misschien. Zo of niet, want het is gewoon, misschien is dit wel gewoon zijn, uh... zijn laatste boek. Ja, <laughs> ja. ja, maar het, de, de... het is een jongen die gewoon altijd lacht. Alleen uh, misschien soms iets te veel lacht. Mm -hmm. En uh, dit seizoen is die ingegaan met: luister, ik moet me laten zien, want ik wil dat stoeltje bij Red Bull zien terug te krijgen om te zorgen dat ik daar gewoon in een goede auto zit. Um, ja, Bahrein op zich oké, okay. kwalificatie was prima, maar in Jella ja, kwam die echt kort op, op Tsunoda. Tsunoda ja. was echt een klap beter in ja. de race en in de kwalificatie. Ja, dan was Pindy nog een keer in die in, in de race ook nog op een hele knullige manier. Ja, wat was dat? Ja, iets, iets, op, iets, op, nee, uh... iets te veel over de curbs. Om het op een keer was hij hem kwijt. En dan was er een bordradio van Perez die begon er een beetje uit te lachen. Oh ja, ja, ja. Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, de, de, die zat ook online. Ik zal hem even naar naartoe sturen. Ja, maar voor de luisteraars. Ja, die begon, uh, had hij een tekst ah, die Want hij, hij, hij kwam eraan met Blue Flex. Ja. Dus die Ricciardo dacht, shit, die komt die Perez aan. Dat is mijn stoeltje vervolgens. Ja, ik moet even extra gas geven. Dus die ging de bocht 1 en 2. En de spinnen die... Oh, daardoor is die spin <laughs> ja. denk ik. Ja, dat weet ik niet, maar dat lijkt mij. Okay. En vervolgens die Perez op de radio had een eerste tekst en begon die een beetje te lachen. Ja. Um, ja, maar ja, maar Liam Lassen moet ook toch dit weekend hebben gekeken van jongens, waarom zit ik in godesnaam niet in dat stoeltje? Ja, tuurlijk. Die baalt enorm. Ja. Ik bedoel, die had echt wel die kans moeten krijgen. Uh, en ik hoop dat Daniel toch nog wel voor elkaar gaat krijgen dat hij uh, Tsunoda verslaat. Alleen ja. als hij dat paar Parijs niet doet, ja, dan wordt het een zwaar een groot verhaal, een maar slecht verhaal. Het is voor Noel Ummels en zijn boek wel be misschien beter als hij nu stopt. Dan staat hij meteen uh, in de verkoop op, uh, als hij zijn laatste Grand Prix heeft gereden. Ja. Ik weet niet of het dan race met een lach is. <laughs> en een traan. Ja. Ja. Maar goed, het boekje maar goed, er kan er nog onder. En een traan. <laughs> ja, ja. ja nou als je luistert, kunnen we dat, ja. nog, even, kunnen we dat nog even bijzetten. Um, voor de rest, er waren, uh, ik vond ik ook die penalty voor Magnussen. Wat vond je daarvan? Die 10 seconden? Ja, dat was nog meer, 20 seconden of was 20, bijzetten. ja, 20, ja. Nee. Ja? ja, het was ja eerst 20, die 10 ja, seconden samen met Albon, dat, dat hij oh, ja, 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 Albon niet ja, ja, ja. zag. En toen nog een ja. keer 10 seconden, omdat hij van de baan afging om iemand in te halen. Um, ja, de, die heeft wel een grote penalty gekregen. Ja. Zo. Dan gaat hij op de finish en dan in één keer... Uh... Maar het was ook toch niet zo. En ik vind ook... Nou, die eerste crash was wel serieus. Maar even, was jij in jouw Formule 1 tijd, zat je ook zo te snitchen? Dat je uh, zei bijvoorbeeld... Ook Russell, dan zie ik Russell en Norris allemaal gezellig. Eerst op de board radio valse start. Ja. En ook Tsunoda, gewoon de seconde na ingehaald worden, hij ging over de lijn heen. Ja, ja. ik snap het wel, maar het is ook... Ja, maar ja, het is een spelletje wat je moet spelen. Ik bedoel, iedereen kan meeluisteren met de radio, dus, dus uh, ja, je moet bijna wel. Ja, oké, okay, maar Norris naar, naar Russell. Ik bedoel, ze delen aan een vliegtuig, en goede vrienden, allemaal lachen en dan... Ja, maar ja, valstart ja, valstart. Zou je dat bij mij doen? Ja, sowieso. Ja? Ja, ja ik zal als jij nog ineens een valstart had, had ik gezegd dat je valstart zou <laughs> <dan> hebben. <we. laughs> ja, maar ik denk dat het niet nodig is bij jou. <laughs> dus, dus, dus dat komt wel goed. Ik kreeg kreeg appjes uh, zondag van Emil om te gaan karten. Ja. Ja, volgende keer. Um, ja, nee, val start, uh, start. Ja, dat is ook typisch jou ja, inderdaad. Tuurlijk zou je dat zeggen. Ja. Um, Lance Stroll was mijn uh, Gazandia-mandje van de week. Hij is top, man. Wil ja. je de top drie, had je eindelijk goed. Ik dus, had de top drie goed, uh, Ja, hè? heel goed. Alleen de Gazandia-mandje van jou van ik de week om... ging heel snel de muur in. Dan moet ik zeggen dat uh, Max, Perez en Leclerc ook niet echt een... Uh, een um bol van uh, groot niveau is. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik had Norris op drie en uiteindelijk heeft hij wel even aan leining gereden. Ja. En vervolgens uh, is dat gat van diamantje van de week ja. heb ik wel gewonnen. Ja, stroll dus niet. Ik dacht misschien kan die verrassen. Ik ga dat niet meer doen. Ik ga. Ik ga dan heel erg. Uh, nou ja, je, iets... Als je een nou Hulkenberg gekozen had, had je misschien kunnen winnen. Uh, nee. Wie had jij ook weer? Pst, Norris. Oh, ja. nou, ook niet hoor. Allebei niet gewonnen. Wel nou, man, gek. Dus je bent een lijning gereden. Die is, uh, wat is het, vijfde geworden. Goeie race gereden. Achtste. Achtste. Is hij staat? Nee, ja. Nee, hij is niet achtste geworden. Jawel. Nee man, hij is voor uh, achter Berman. Dus achtste, uh, ja. Is achste, achste. ja, ja. <laughs> Shit. Ja, zie je. Ja. 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 <coughs> maar, uh, maar goed, hij is, hij is niet naar binnen gegaan met de 70-karten. Daarom heeft hij veel verloren. Ja, oké. Okay. Maar, uh, maar goed, het viel te proberen, hè. Piastri was het diamantje van de week. Vierde. Ja. ja. Hij zei, wat ik wel nog raar vond, want Stroll uh, kan dan in de muur terecht. <coughs> Ja, can you continue, zei die Ja, kun je doorgaan. Zei no, I'm in the fucking wall. Ja. Maar is Stevie you wonder, is, is dat de mechanic van uh, Stroll? Of... Ja, dat was eigenlijk ja, maar je ziet het toch, dat die, die auto... Ja, maar misschien denkt hij van, ik kan nog in de achteruit zetten en terugrijden of zo. Met twee gebroken wielassen ja. en een ja. neus kapot. Ja, 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 ik denk, ik heb geen idee man. Hey. Can, nou, you, ja. can you continue? No, I'm in the fucking <laughs> wall. Ja, maar, maar hoe, hoe gaat dat? Gast ja, kijkt toch uh, mee? Ja, eens... zullen ze gewoon niet meer naar Stroll kijken? Nee, waarschijnlijk wel. <laughs> Allemaal, dus Allemaal op hij, hij stapt uit, kleedt zich om, een pak een vliegtuig en gaat naar huis. Ja, gelijk heeft hij ook. joh Trouwens, Nederlandse succesfilm. Um, Wat dan? Nou ja, ook weer niet. Maar in het begin. <laughs> We hebben heel even Richard Verschor. Ja, ik heb ja. gewonnen en, toe en toen gedisqualificeerd. Ja. Iets met de pedalen. Wat, hoe kan uh, dat nou? Ja, throttle pedal map. Ja. Dat is een map die je kan instellen met hoe het gas gaat. Dus normaal gesproken... Uh, Tenminste, ik mag altijd een lineale lijn hebben. Dus dat je altijd voelt waar, waar de power zit. Ja. Sommige rijders uh, die willen een heel agressieve uh, eerste gasmoment hebben. En sommige rijders willen minder agressief. Dus als je met je voet op het gas gaat, dat je in één keer heel veel power krijgt. Of niet zo heel veel power. En dat je misschien aan het einde van het gaspedaal weer heel veel uh, power krijgt. Dan dat kun je, je zelf instellen. Allemaal instellen. Dus er oh, zijn ja. allemaal lijnen hoe je dat wil hebben. En zij hadden dus een verkeerde throttle map. Dus gaspedaal map die je kan instellen. Hadden zij in de auto zitten. En dat kan je een klein beetje een voordeel geven. Dus als jij uh, veel bandendegradatie hebt, dan kan je natuurlijk aan het begin van als je op je gas gaat dat je uh, niet zoveel power hebt. Dus minder wielspin. Dus minder wielspin. Dus, dus dat helpt weer de banden. Dat helpt weer de banden, banden leven. Alleen zij hadden er gewoon een verkeerde map erin gezet. En uh, dan wordt vervolgens gediscaliseerd. Maar dat heeft toch helemaal geen uh, effect op de, op, een, op, een, op de prestatie van de auto? Nou ja, als jij een verkeerde map hebt uh, ingesteld die niet mag. Uh, dat jij je daarmee uh, hebt kloten. Want ja. Teamgenoot ook, toch? Ja, allebei. Ja. Dus ze hebben gewoon een verkeerde map erin gezet. Ja. Dus uh, lang voor akkoord. Ja, wat niet mag, word je, word je gediscussieerd. Ja. En de zonne die heeft de race gewonnen. Wel de sprintrace. Um, en vervolgens word je, word, je, word je dan gediscussieerd. Dus dat was jammer. Ja. Uh, Instagram ook. De uh, Formule 2 pagina is al: The Dutch Anthem Sounds Early This Weekend. Ja. Werd gerepost door de Formule 1 pagina ook. Oftewel, ja. iedereen... <laughs> joh. Ja, komt wel goed. Ja. Iedereen is gewend aan, iedereen kan zo meteen meezingen. Ik zie ook al die memes die ik dan van Nederland, dat mensen dan gewoon Nederlands volkslied horen en helemaal knettergek worden al. Ja. Nou ja, ja. Uh, voor de grap. Ja. Maar goed, voor de Richard uh, is het natuurlijk zonde, want die, die wint dan zo'n race en dan een, uh, een half uur word ik van een paar uur later hoor je van ja, sorry jongen, maar uh, je hebt hem toch niet gevonden. Ja, hey, en uh, uh, weet je wat ik serieus heb lopen kijken? Wat ik echt, echt leuk vond: de F1, uh, F1 Academy, die vrouwen. Uh, ja, heb je dat die... gezien? Dat Dorian pin is gediskwalificeerd. Ja. Of gediskwalificeerd, die heeft dus tijdstraf gekregen. Een tijdstraf, maar eigenlijk de finishvlag groot. Uh, miste. Ja, ze, ze, was maar, ze had twee keer Pol en eigenlijk ook twee keer gewonnen. Gewoon, ja. uh, en tweede race toen. Uh, ja, het was heel raar. Zij reed dus gewoon. Vol door! Finishvlag. En ze reed gewoon vol door. En volgens echt bij. bij volgens mij bocht 13 of zo kreeg Pastoree. Daar is de finish flag. Huh? Ja. Checker flag, checker flag. En die is toen teruggestuurd. Volgens mij uiteindelijk negende werd ze. Daardoor werd wel uh, Maya Weug tweede Nederlands. Ja. Maar het is, is uh, en er staat dus nu door dit staat een alpine op nummer 1. Ik ben even de naam kwijt. Dus bij de F1 Academy staan ze wel eerste alpine. Ja. <laughs> dus, uh, ja waarschijnlijk um... hebben ze dat ook zo gedaan dat alpine dan een keer omgedraaid eerste staat. Ja, Abby Pooling ja. Heet ze. Maar ja, heel eerlijk, die Dorian Pin, die, slaat, die verslaat iedereen daar zo. Die, is, ja, vol. Die, die, die Mercedes rijdt ze voor. Ja, die um... is zo ongelooflijk goed. Ik heb vorig jaar met haar gereden in de LMP2-klas in de Wek. Ja, dat Waar reed zij voor dan? Voor Prema. Oh. Uh, samen met Bottelotti en uh, nog iemand. Uh, Kiviat, ken oh, Oké, okay, ja. En, uh, en Bortelotti. Uh, uh, heel eerlijk, ze was gewoon echt bloed snel. Sneller Kijk, het, dan jij? Nee, ze was niet sneller ja. dan ik was. Maar zij heeft natuurlijk een mega groot voordeel. Vooral in zo'n lange afstandsklasse. Kla uh, afstands omdat je met gewicht zit. Zij mm -hmm. was volgens mij met helm 52 kilo. Ja. En dan kom ik aan 82 kilo. Maar je hebt ooit gezegd van vrouwen kunnen fysiek de Formule 1 ja, Maar ze rijdt dus wel heel erg snel. Maar ze rijdt in de Formule 4. Kijk, ja, maar ze rijdt rijden. wel heel snel in een LMP2 auto. Nee, nee daarom. Is, bedoel, dat, is, dat is goed. En ik denk ook dat dat voor haar een mooie klasse is om zometeen door te stromen. Ja. Alleen ja, ze is teruggehaald naar de Formule 1 Academy door, door, door Mercedes. En ze krijgt nu de kans om dat te kunnen doen. Wat ik een hele goede keuze vind, want zij is een van de beste uh, vrouwelijke coureur die er op dit moment is. Uh, nee, er zit er eentje bij bij, um, ik weet niet, zo'n make up merk met al die uh, monden. En die maakt echt zoveel fouten. Die reed gewoon, uh, die was gespint. En die reed toen echt vol. Want tijdens ik de. Ik het echt ongelooflijk. Je hebt de Formule 1 race niet gezien, maar er wel op uh, de Academy race. Ik heb Formule 1-race de een dag gezien. <laughs> ah, dat is fucking gruwelijk, man. Hij heb wel de F1 Academy ik gezien heb, met de Formule 1-race. De volgende dag heb ik die Formule 1-race oh, Oké. Okay. Ja. ja, maar sorry, zaterdagavond om 6 uur een Formule 1-race. Nee, ja, in de bar. Ja, dat past gewoon echt niet in nee, mijn sociale nee, schema. Je Kun je een podcast spelen? Ja, maar jij luister. Jij zit ook op de piste en. Uh, uh, ik was net terug thuis. Ja, daarom. Yeah. Maar als hij om half drie was geweest, dat jij hem 100% ook op zondag Ik Heb je Ja, Ja en daarbij gewoon zondagochtend, ik heb een lekker zondagochtend kop yeah, ko koffie, teruggekeken, samen met Formula uh, One Academy. Ja. <laughs> <laughs> ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Ik vind dat Tommy Hilfiger team, vind ik prachtig, mooie livery, echt een toffe livery oh. van uh, Tommy Hilfiger. En um, ja. Ik denk dat dat mijn. Uh, ik ga me daar wat meer in. Uh... in Even ja. In, maar in die vrouwen? Of die. Nou, ik wist het. <laughs> in, die, in die klasse. Ja, door, mannen, door mannen zoals jij <laughs> zal dit echt zoveel moeite nog hebben om, uh, om er te komen. We, we gaan er wel afronden. We gaan uh, um, oproepen tot socials. Mag jij doen? Ja. Ja, blijf ons volgen. En uh, als je vragen hebt, ook uh, DM'tjes sturen. Of vragen onder YouTube of whatsoever. En um, op de volgende week. Op naar volgende week. Dan gaan we voorbeschouwen. Melbourne. Melbourne. wordt een vroegertje Krijg je... Ja, maar dat vind ik dus lekker. Ja. Heb je nog wat aan je weekend? Ja, toch, maar jij kan ja. altijd niks keer door dan. Dan, dan we zijn het de zaterdagnacht. Nee, zaterdagnacht ga je hem dus kijken. Ja, nee, dan niet. Dan is het gewoon zondagochtend. Ja. Ja. Heb jij, als je het woord Melbourne hoort, denk je dan meteen van... Dit is slecht start. Ja, nee, maar dan gaat er niet een soort van... Oh van ja, dat je daar natuurlijk aftrouwt. Trauma... Ja, weet ik niet. Dat de beelden ja ik heb manda mijn debuut de, debuut gemaakt en ook het <laughs> ja. einde van mijn carrière dus ja dat is een beetje Top dubbel weet je dubbel ja maar goed 10 jaar, jaar een jubileum volgend jaar ja ja klopt ja gaan we vieren gaan we naar Melbourne ja dat is goed oké okay. dit was DRS Dreesho oh trouwens moeten nog even zeggen um, uh, de fancy league gaat ook hartstikke goed Brit staat uh, derde ze wil heel graag dat we dat zeggen um, maar dat uh, klopt niet helemaal want die heeft iets van die cost cap uh, cheat gedaan dus. maar fancy league DRS Dreesho ik stond, stond helemaal uh, niet zo goed nee. <laughs> ja, maar hoe kan ze, maar ik snap er helemaal niks van ze nee. hebben alle beste beste coureurs de ja, beste mag, auto hoe kan dat je mag bij fancy league één keer per seizoen mag je uh, cap loslaten per seizoen per race nee per seizoen anders kan je dat elke race gaan doen oké okay per seizoen. Ik snap het niet. Dus per dus seizoen? mag één seizoen, seizoen. Mag gewoon eh, allemaal de beste rijders hebben. Ja, je hebt zes, je hebt zes verschillende uh, bonuspunten, bonusdingen. Ja. Die kan je één keer inzetten. Okay. En zij heeft ervoor besloten om dat nu te doen. En oh. daardoor staat ze derde. En dan moeten wij daar opeens eens, uh, ja, over zijn. Waar sta jij dan? Uh, maar goed, lang verhaal kort. Ja, lang verhaal, kort. We het volgende week later was we iemand. Precies. Oké. Okay. Okay. Dit was DRS, de race show. Ciao.